Je kent het wel. Je hebt allerlei plannen voor je business, maar de technische uitvoering blijft achter. Vandaag hebben we het over de oplossing van dat probleem, want dit is Enrise Business Talks, waar we het hebben over jouw online business. En om mij de antwoorden te geven, heb ik hier bij me Steven Vries, architect bij Enrise. Welkom. Wat zijn die technische uitdagingen die mensen tegenkomen op het moment dat ze willen gaan innoveren, nieuwe dingen, nieuwe producten, apps lanceren, websites lanceren. Wat zijn nou de dingen waar de vertraging dan altijd in zit in die projecten? Ja, dat zit hem eigenlijk op allerlei vlakken. Vaak gaan ze kijken naar wat is eigenlijk de visie van onze business. Willen we gaan groeien? Moeten we juist iets weg gaan snijden, iets vervangen? Is iets technisch van aard of gaat onze business veranderen? Dan kom ik vaak kijken van, joh, wat heb je eigenlijk staan nu en wil je naartoe? En past hetgeen waar je naartoe wil ook met wat je nu hebt. En dan gaan we kijken naar systemen die mogen aangesloten moeten worden. Hoe zit het met je bedrijfsprocessen? We gaan kijken van, nou, hoe flexibel is eigenlijk je landschap? En vaak zit daar ook wel een beetje de vertraging in. Ja. Om te kijken van, ja, in hoeverre past dat bij je toekomstvisie? Ja, maar je hebt het over flexibiliteit. Kun je aangeven waarom we eigenlijk flexibiliteit nodig hebben? Het is toch het belangrijkste dat het gewoon doet? Ja, toch? Nou, vaak wordt er gewerkt vanuit een praktijk van, joh, het moet gewoon werken wat we nu willen. Dus wordt gekeken, wat hebben we nu nodig? Wat heeft de business nu nodig? Daar bouwen we iets voor. Dat werkt allemaal top en prima. En als het allemaal goed werkt, gaan we kijken, wat hebben we eigenlijk straks nodig? Hoe gaat de business zich ontwikkelen? Hebben we te maken met enorme groei of juist terugloop? Hoe gaan we daarmee om? En dan gaan we kijken, hoe flexibel zijn we eigenlijk om daar mee om te gaan? En wat betekent flexibiliteit dan? Heeft dat met kosten te maken, doorlooptijden? Wat zijn de klachten, zeg maar? Want ik kan me zo voorstellen, ik ben zelf marketeer, ik werk bij marketing en ik kom bij IT met een goed idee. En dan komt IT met, nog 15 items op de backlog en dan gaan we eens een keer zitten en dan 3 maanden later heb je je idee. En ondertussen is de concurrent er al mee weggelopen. Ja, vaak ook in combinatie met dat ze iets gezien hebben van, goh, dat willen wij ook. Dat is al op de markt. En waarom hebben wij dat niet? Okay. En dan gaan ze kijken, nou, hoe kunnen wij dat maken of niet? En dan komt de techniek om hoe kijken. Ja, dat gaat ons zoveel tijd en werk kosten. Van de ander denk ik van, ja, het zit op de markt. Waarom kunnen we dat niet gewoon inzetten? Ja, dus het gaat niet alleen over ontwikkelen, maar het gaat eigenlijk ook over, er is een nieuwe tool te koop of een nieuwe functionaliteit te koop. Kunnen we dat aanschaffen en kunnen we het meteen gebruiken? Ja, zeker. Juist dat. De markt ontwikkelt zich razendsnel. Er komen allemaal nieuwe pakketten, nieuwe systemen. En daar wil je ook van profiteren. En hoe kun je dat nou snel en makkelijk doen? Ja, dat ligt toch een beetje aan hoe je landschap er nu voor staat. Van hoe makkelijk kan je het integreren daar? Ik vind dat grappig, want ik kom hier natuurlijk vaak en ik spreek jullie vaak. En jullie zijn echte developers, echte bouwers. Maar tegelijkertijd zijn jullie altijd op zoek naar een manier om iets niet te hoeven bouwen. Is dat ook een beetje waar we het nu over hebben? Ja, nee. Eigenlijk hetgeen wat we doen is maatwerkoplossingen bouwen. En waarom zullen we godsnaam iets gaan bouwen wat al bestaat? Waarom gaan we het wiel opnieuw uitvinden? Dat is zonde van het geld, van de tijd, van de doorlooptijd ook. Dus laten we alsjeblieft de zaken koppelen met je huidige bedrijfsprocessen en je techniek. En weet je, dat is gewoon ons idee om meer waarde toe te voegen. Waarom iets bouwen wat er al is? API betekent? Application Programmer Interface. Dat is eigenlijk de manier waarop systemen met elkaar kletsen op het internet. En dan komen we op het thema van waar we het over hebben, namelijk API management. Ja, ik vind dat heel technisch klinken. Hoe is het nou dat zoiets iets een beetje technisch als API management dan zoveel impact heeft op de organisatie van je bedrijf? Vroeger had een bedrijf vaak 1 grote applicatie alles deed. Ja. Tegenwoordig knippen we veel zaken op. Want tegenwoordig, je bent aan het groeien als bedrijf. Je hebt software overal voor. Je moet denken aan je voorraadbeheer, je administratie financieel gezien, je klanten en dat soort zaken moet met elkaar kunnen spreken. Je moet wel bij een orde weten welke klant hoort erbij. Wat zijn zijn adresgegevens, waar het pakketje naartoe moet. Dus die systemen moeten met elkaar kunnen praten. En daar gebruiken we API's voor. Eigenlijk is dat een manier om systeem 1 met systeem 2 te laten kletsen, zeg maar. Ja. En als je dat op een goede manier managt, dan heb je het eigenlijk over API management. Dan maak je applicatie zo flexibel dat het koppelen met andere systemen een stuk simpeler en eenvoudiger gaat. En daar komt dus ook dat inkopen van andere systemen kijken. Dus op het moment dat wij goede API's hebben, goed API-management, dan kunnen we ook dingen weggooien en vervangen. Dat is eigenlijk wat je zegt.
zeker het koppelen van een stuk eenvoudiger. Je kan ook dingen gaan uitproberen. In plaats van dat je heel veel financiële investering nodig hebt om iets te gaan doen, dan moet je echt wel zeker van je zaak zijn dat je het gaat gebruiken. Als je API zo managt dat dat flexibel is, kan je makkelijk ook systemen ernaast zetten en simpelweg uitproberen of werkt het inderdaad goed dat je werkelijk het hele systeem gaat integreren met je business. Want je zei financieel, dus daar slaan we even op aan. Want het klinkt als extra werk. Zo'n grote applicatie bouwen, dat hebben we niet voor niks gedaan. Dat hebben we gedaan omdat dat lekker makkelijk was en was snel af. En nu moeten we extra werk gaan doen om dat allemaal in elkaar te prutsen en dat via API's met elkaar te laten praten. Als ik opdrachtgever ben, denk ik, ja, hallo, kost allemaal extra geld. Maar jij zegt eigenlijk, het kost uiteindelijk minder geld. Het levert een heel stuk flexibiliteit op. En ik denk dat we het daar vooral ook over kostenbesparing hebben, dan dat iets veel of weinig geld gaat kosten. Als je kijkt naar API's, die bouwen we als developer sowieso al bij systemen. Maar laten we dan één stapje terug doen en niet alleen bouwen wat er nu nodig is. Maar gaan kijken, nou kunnen we niet wat flexibeler en wat opener neerzetten, dat we ook andere systemen kunnen koppelen. En hoe wordt dan uiteindelijk onze samenwerking tussen IT en marketing, hoe wordt die uiteindelijk beter? Vaak heeft marketing allerlei plannen. Ja, dat weet ik. Dat kan ik beamen. Genoeg plannen. Ja. Alleen die worden vaak geremd door de ontwikkeling. En door juist met een goede API-management, een goede aanpak erin, bied je juist kansen voor marketing om zaken uit te proberen, meer systemen te gaan koppelen, misschien ook parallel zaken hebben draaien. Dus geeft marketing eigenlijk meer kansen, meer handgreep om zaken te ondernemen, terwijl de IT-kant daar veel minder werk aan heeft. Dus als je backend beter inricht met API-management, word je flexibeler, je bespaart kosten. En je samenwerking met marketing wordt beter. Wil je nou helemaal precies weten hoe dat werkt? We hebben een handboek API management geschreven en dat kun je gratis downloaden op nrise.com. Jij komt bij een heleboel klanten. Je bekijkt een heleboel IT-landschappen. Wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste technische problemen die jij tegenkomt, waar je denkt van daar zouden we nou eens even met API's aan de gang moeten? Nou, vaak zie je dat bedrijven al zaken bestaan, technisch iets ontwikkeld hebben. Vaak een stukje maatwerk wat specifiek voor die business nodig is. Dat is door de jaren heen gegroeid en gegroeid. En uiteindelijk zijn ze dan wat minder flexibel geworden met aansluiten van nieuwe pakketten, systemen, of dat ze zelf moeten gaan bouwen. Vaak komen wij naar kijken van, wat heb je eigenlijk staan? Wat wil je hebben? Wat heeft marketing bijvoorbeeld nodig qua handgrepen? En hoe past dat eigenlijk in je huidige IT-landschap? Er is uiteindelijk een keer een aanleiding dat ze jullie bellen. Is dat omdat ze iets nieuws willen wat ze er niet meer bijkrijgen? Of worden jullie specifiek ook benaderd om gewoon API-management aan zich te komen doen? Hoe begint zo'n project, zeg maar? Het verschilt nog wel. Soms komen klanten bij ons van, we zijn er zo lang bezig en eigenlijk willen we gewoon een soort van check hebben. Zijn we op de goede weg bezig? Wij zien natuurlijk allerlei klanten, allemaal systemen. En de IT-afdeling bij zo'n bedrijf zelf, die zit vaak in hun eigen business echt te kijken, wat hebben we hier nodig, terwijl ze nog geen weet hebben van wat er eigenlijk om hen heen gebeurt. Dus wij gaan kijken, wij zien daar kansen. Soms gaan we ook met andere afdelingen, zoals marketing of support aan de slag. Wat voor wensen hebben jullie eigenlijk, wat missen jullie nu? En wat bestaat er al in de markt wat misschien al 90% doet wat ze eigenlijk willen? En dan gaan wij kijken, is dat in te zetten? Kunnen we dat koppelen? Wat is er voor nodig om dat te bewerkstelligen? En zodoende komen we uiteindelijk naar een project van, hoe kunnen we jullie helpen om naar een volgend niveau te komen? Ja, en wat zijn de belangrijkste echte technische problemen? Lopen er ook echt dingen vast op een gegeven moment in zo'n zeg dat je een e-commerce landschap hebt of een reserveringssysteem? Komt het ook gewoon voor dat dingen gewoon stuk gaan, omdat ze niet meer te managen zijn, niet meer te onderhouden? Vaak merk je dat het onderhoud steeds groter en groter wordt. Okay. Want zo'n applicatie, maatwerk is gegroeid over de jaren heen. Veel onderhoud nodig en als er dan iets nieuws bij komt, elke keer wat nieuws erbij bouwen, betekent ook weer meer onderhoud. En dan merk je op plaats dat het spaak loopt en dat de IT eigenlijk veel langzamer gaat dan marketing bijvoorbeeld zou willen. Ja, omdat ze met onderhoud bezig zijn en niet met nieuwe dingen bouwen. Klopt, marketing en de business wil vooral groeien, wil ontwikkelen, wil innoveren, wil stappen zetten. Terwijl de IT ook nog moet onderhouden wat er staat. Ja, en je zei net eigenlijk voor de tweede keer iets interessants, want je zei, wat is er in de markt te krijgen? En wat kun je kopen? En daar hadden we het net ook al even over. Je maakt je architectuur opener. Je stelt jezelf open voor flexibel integreren met andere applicaties.
Halen bedrijven ook dan financieel voordeel uit het feit dat ze veel opener kunnen interacteren met de rest van hun markt? Dus dat ze veel makkelijker bijvoorbeeld, nou, noem iets als betalingen, nieuwsbrieven versturen, dat ze dat kunnen uitbesteden? Zeker, maar denk bijvoorbeeld ook aan leveranciers die zelf hun systemen aanpassen en dus nieuwe koppelingen nodig hebben en wat dan ook. Als je daarvoor een deel van je applicatie moet herbouwen, is het natuurlijk zonde van je tijd en geld. Als je API's goed op orde hebt, zullen de wijzigingen echt gering moeten zijn, wil de leverancier van een systeem wisselen. Hetzelfde ook, je wil een nieuw e-mail marketing systeem gaan koppelen. Maar ja, het systeem wat we al jaren hebben, voldoet eigenlijk niet meer. Nou, je geeft jezelf meer kansen om daar keuzes in te maken. Dus eigenlijk krijg je veel meer vrijheid om te kiezen wat voor pakket bij jou past. En als je dan met API management aan de gang gaat, wat is eigenlijk de eerste stap die je zet? Gewoon technisch, praktisch gesproken? Praktisch begin je met in kaart brengen wat er nu staat. Ja. Dat is stap 1. Ja. En volgens mij kijken, nou, is het werkelijk zoals het hoort? Al zijn API's afhankelijk van elkaar? Zitten misschien zaken wat niet helemaal gaat zoals het hoort? Dan moet je bedenken aan van, zit er niet te veel data in? Geef niet te veel data terug? Dan moet je bijvoorbeeld ook denken aan privacy en dat soort zaken. Heb je een speciaal stappenplan of zo wat je gebruikt? Van, nou, nu gaan we, hier gaan we beginnen, daar zetten we het hakmes erin. Of bekijk je dat echt helemaal per project? Nou, je kijkt wel per project, maar er zijn wel een aantal voorwaarden waar je naar kijkt. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud, wat ik net noemde. Sommige API's hebben heel veel onderhoud nodig. Dan ga je kijken, nou, daar is best wel wat pijn in, ook technisch gezien. Die ga je aanpakken. Maar misschien zit marketing ook al een half jaar te hikken tegen het feit van, nou, een ander systeem willen we graag inzetten. Nou, misschien moet dat juist de focus hebben. Dus je gaat kijken, waar kunnen we nu de meeste waarde toevoegen? Of juist de meeste kosten besparen? En wil je nou nog meer lezen over API management en hoe dat voor jouw business kan werken? Download dan onze handboek API management op nrise.com. Oké, we hebben het over API management, maar eigenlijk zijn API's, zoals ik het begrijp, een manier om functies, systemen, componenten binnen je backend los te koppelen. Ja, klopt. Het is de manier waarop jij verbindt met andere systemen. Zijn er speciale manieren, verschillende manieren om dat aan te pakken, om daarnaar te kijken? Ja, zeker. En per project moeten we gaan kijken wat past nou het beste. Vaak komen we tegen dat een backend onderhevig is aan legacy software. Dan moeten we iets uitfaseren bijvoorbeeld. Ja, legacy software, dat is wat developers zeggen als ze bedoelen oude meuk, hè? Per definitie alles is vaak oude meuk. Maar het gaat erom, is het in te zetten voor de toekomst of niet? Okay. En soms moeten we afscheid nemen van bepaalde systemen. Dan gaan we zaken uitfaseren en vervangen. Maar vaak zit je ook met een tussenfase. In de zin van, stel je bouwt wat nieuws, heb je ondertussen wel een business draaiende te houden. Wat we dan bijvoorbeeld kunnen doen is een lager tussen zetten. Een IPaaS oplossing heet het soms ook wel. Ja, IaaS betekent altijd as a service. Maar die INDP, kun je die even uitleggen? Integration Platform. Integration Platform, oké. Ja, check. Wat het eigenlijk doet is data transformeren van systeem A. Vertalen en opzetten wat systeem B snapt. En zo data dus tussen twee systemen te gaan verplaatsen. En dat biedt ook als optie dat je een systeem kan uitfaseren, vervangen. Zonder dat je iets bij het andere systeem moet gaan vervangen. Ja, want zo'n tussenlaag die doet eigenlijk een soort van vertaling, ambassadeurschap, tussen verschillende systemen. Ja, zie het als een man in the middle, Een tussenpersoon die inderdaad snapt wat systeem A zegt. En zegt, nou, ik vertaal het voor jou, ik stuur het naar systeem B, zodat hij het ook snapt. Ja, en nou is IPaaS dat suggereert van dat is iets wat je koopt as a service. Maar jullie kunnen die tussenlagen ook zelf bouwen bij Nrise. Zeker, zeker. En we gaan per... Je zult ook eens een keer nee zeggen als ik vraag, kun je het bouwen? Alles valt natuurlijk te bouwen, maar je moet wel kijken van hoeveel zin heeft om iets te bouwen. Ja. Misschien is het ook verstandig om iets uit de markt te pakken. En als iets, als ik zeg, 90% aan alle verwachtingen voldoet, waarom zou je dat godsnaam zelf gaan bouwen? Laten we alsjeblieft dan focussen op die 10% om die te krijgen. Of accepteren dat die niet nodig is, wat ook een optie is. Dus verspil alsjeblieft geen tijd en geld aan zaken die er al bestaan. Ja, want als je zegt as a service, inkopen, maar ook als je zegt bouwen, dan heb je het altijd over kosten, dan heb je het altijd over budget. Dus in hoeverre speelt het budget dat je hebt een rol in de beslissingen die je neemt over API management? Nou, zeker speelt die een rol. Want eigenlijk moet je een business case maken per geval. Wat gaat iets kosten? Wat levert ons dat op? Is dat ons waard, ja of nee? En dan moet je eigenlijk afwegen van, joh, welke keuze gaan wij eigenlijk maken? Gaan we voor een tussenlaag oplossing? Gaan we gelijk direct uitfaseren in één keer? Als een soort Big Bang approach?
ja, als er miljoenen door je hele business gaan, dan zou je alsjeblieft dat risico willen beperken door bijvoorbeeld een tussenlager tussen te zetten. Oké, dus budget speelt een rol. Maar ik kan me ook voorstellen dat hoe je organisatie in elkaar zit en hoe je met elkaar samenwerkt. Want API management gaat over hoe systemen samenwerken, maar er zijn ook afdelingen die met elkaar samen moeten werken. Ik kan me voorstellen dat dat ook invloed heeft op hoe je de techniek inricht. Ja, vaak zien we dat vooral marketing meer om tafel moet gaan zitten met IT. Want vaak is marketing allerlei wensen waar IT geen weet van heeft. Het heeft vaak alleen de concrete projecten die al goedgekeurd zijn, waar al budget voor is, van nou, dit moet er gebouwd worden. Als ze nou eerder betrokken worden, kunnen ze vaak ook meedenken van jongens, als we iets anders aanpakken, biedt het ons wat meer flexibiliteit, minder onderhoud en kunnen we ook sneller stappen maken. Dus dat gesprek tussen die twee afdelingen is wel een must. Ja, dus dan moeten marketeers met IT'ers gaan praten. Zeker. Is dat leuk? Geeft dat spanningen? Soms in het begin eens even zoeken. Van joh, waar zit nou de overlap in wat we eigenlijk willen? Maar uiteindelijk komt er op neer dat IT veel meer inzicht krijgt in wat eigenlijk de business wil en wat marketing daarmee wil. En ook marketing krijgt meer begrip over hoe de IT-systemen werken, hoe dat draait en waarom bepaalde zaken langer duren dan andere zaken. Dus je krijgt ook wederzijds begrip naar elkaar. Kun je misschien, want we hebben een heleboel dingen de revue laten passeren. Kunnen we in een paar zinnen zeggen, want we kwamen van situatie A. We hebben een groot systeem dat het min of meer doet, maar dat we moeilijk kunnen uitbreiden, moeilijk onderhouden. En hoe is nu onze situatie B, onze nieuwe situatie? We zitten dus vaker met marketing en IT aan tafel. Nou, dat lijkt me al winst. We hebben ontkoppelde systemen met APIs en dus zijn we... Wat is belangrijk? Zijn we flexibeler? Hebben we lagere kosten? Nou, uiteindelijk het doel is dat je IT-landschap flexibel genoeg is om de business te kunnen voorzien. Van alle wensen en eisen die ze maar hebben. Dat past ook bij de visie van de business. Maar ook dat IT zich vooral bezighoudt met het koppelen van systemen en onderhoud hebben aan het maatwerkstuk wat zich nodig heeft, wat echt maatwerk moet zijn. Ja, ik zit hier nou dus met Steven te praten, maar het goede nieuws is, jij kan ook met Steven praten. Want ze mogen je gewoon bellen, toch? Zeker. Ja, en dan kom jij langs en dan doe je een soort van workshop en dan duw je ze gewoon de Enrise standaard op lossing door de strot. Zo gaat het toch met consultancy? Alsjeblieft niet. Nee, ik ga vaak bij de mensen kijken, wat hebben ze staan, wat zijn hun wensen. Dat in kaart brengen, ook een schets van maken van een architectuur. Ook een schets maken van de toekomstarchitectuur en dan gaan kijken, hoe komen we er eigenlijk. Oké, dit was hem. Steven, dank je wel. Dit was Enrise Business Talks, waar we het hebben over jouw online business. En wil je meer weten? Kijk dan op enrise.com.